Ik dacht, wauw, we hebben gewoon commando's in Nederland. 100.000 keer gezien in films. Zou dit misschien iets voor mij zijn? Dus ik heb gewoon toen de stoute schoenen aangetrokken. En ondanks dat mijn moeder het niet tof vond, heb ik gezegd, ik ga solliciteren bij de commando's. En dat is gelukt. Als je eens commando bent geweest, blijf je commando. Ook al draag je geen groene beret meer. Toen je de eerste keer uit de vlieg moest springen, dat als je daar in die deur staat, ja, dat is dat toch wel iets heel bijzonder. Het is altijd moeilijk om te zeggen. Het is de heftige tijd geweest. Het is een leerzame tijd geweest. Het is een interessante tijd geweest. Met ook wel heftige momenten. Ik had voor geen goud willen missen. S'nachts werden we plotseling gewekt door de officier van piket. Alarm, alarm. Nou, zo waren we bij de commando's wel vaker gewend dat je als gepland op oefening ging. Dus voor ons was het gewoon, we gaan naar Maasledam. Dus wij de vrachtwagen in. En gauw hebben we in de gaten dat hij de verkeerde kant uit reed. Want hij reed niet richting België, maar richting Zeeland. Ik denk niet dat iemand dat besef had wat er eigenlijk precies gaande was. Toen zei hij, verrekt, zegt hij, daarachter staat een huis en er zitten nog 4 mensen op. Hij zegt, een man, een vrouw en 2 kindjes. Hij zei, Willem, sportman van het jaar, hup, water in. Ik dacht alleen nog maar, die kinderen mogen niet verdrinken, punt uit. De eerste missie die we deden was de missie in Srebrenica met Dutch Bat 3. Ik heb 2 missies gedraaid. Eentje in 2006 naar Afghanistan en 1 in 2009 naar Afghanistan. Hoeveel uitzendingen heb je gehad? Ik heb maar 1 gehad, een uitzending. Maar het duurde 5 jaar. Ja, toen zijn we op een positie terechtgekomen waarbij we letterlijk in het niemandsland zaten. Tussen de strijdende linies van de Bosnische moslims en aan de andere kant de Serven. Ja, vanaf dat moment hebben we behoorlijk wat uren onder vuur gelegen. Vlak bij Srebrenica dorp zaten 3 commando's ingegraven. En dat is uiteindelijk de forward control waarmee ik heb gesproken. De mortieren, tanks, snipers. Ik denk dat alle soorten en kalibers over ons heen zijn gevlogen en voor en achter ons zijn ingeslagen. En al gauw werd het bij hem wat hectisch op de grond en gaf hij het commando dat we cleared hot waren om bommen te gooien op de doelen die we uiteindelijk zagen door zijn introductie van het gebied. Alles wat u ziet vanaf die weg richting het zuiden is cleared hot voor u. Rood erover. Dat je over. Confirm cleared hot. Een van de missies die mij heel erg bij is gebleven is een meerdaagse missie geweest. Waar we langs een konvooiroute werden gestuurd. Waar Nederlandse troepen constant langs reden, maar ook constant aangevallen werden door de Taliban. En dat was, voor mijn gevoel een SF-missie. Echt special forces werk. Je liep daar met een klein clubje met de spullen die je bij had. Dat was het, vrij kwetsbaar. En meerdere dagen achter elkaar. Nachten niet slapen, iedere dag werd er geschoten, heen en weer. Ik kan wel zeggen, ik was niet bang. Ja, tuurlijk was ik op sommige momenten gewoon bang. Je weet niet, als je ergens een hoek omgaat of achter een berg vandaan komt, wat daarachter zit. Ja, we zijn er zoveel gesneuveld van ons. Dus er zijn in totaal van het hele regiment 58 gesneuveld. Dat zijn allemaal verschrikkelijke verhalen natuurlijk. Maar ja, goed, dat is oorlog, dat leer je in mijn leven. Het belangrijkste is dat ze wat voor elkaar over hebben. Dat is de kameraadschap. Daar is de samenhorigheid. De reden dat kerels dit werk willen doen is omdat ze een verschil willen maken. In die gigantisch onrustige wereld waar we nu in leven. Dus ik touw in mijn lijf heen. En ik zwem erheen. En ongeveer halverwege. Ja, ik kon niet vooruit en achteruit nog helemaal niet. Want ik zat vast in het prikkeldraad. En dan heb ik mijn onderbroek maar uitgedaan. En links en rechts uit mijn benen wat prikkeldraad weggetrokken en zo, en op mijn lijf. En ik ben naar dat huis gezwommen met dat touw. Ik heb toen dat touw vastgemaakt aan de schoorsteen. En toen denk ik, jongen, als ik nog in dat bootje meega, dan verdrinken we allemaal. Ik weet dat ik terug ben gezwommen en dat ze mij in een deken in een jeep hebben gelegd. Het water was wel maar 4 graden, hè. Ja, achteraf hoor ik van mensen van het bestaat niet dat je zoiets kunt overleven.
Maar commando die gaat niet gauw dood. Die geeft zich nooit op, hè? Nee. Met de jongens waar je intensief mee traint. De jongens waarmee je in het team zit. En daarna de jongens waarmee je op uitzending gaat. Dat is een band voor het leven.